De Leijzen wil het smakelijk recept graag met je delen op het menu Bouillons van vis met tartaarsaus. Maak eerst de tartaarsaus. Prak een hardgekookt ei fijn in een kom. Pel een salotje en snipper het fijn. Snijd de augurken in stukjes en doe alles bij het ei. Doe er de kruiden bij en de mayonaise. Kruid met peper en zout en meng alles goed door elkaar. Voeg er het sap van een halve citroen aan toe. Snijd de visfilet in reepjes. Kruid ze met peper en zout. Haal ze eerst door de bloem en vervolgens door het losgeklopte eiwit en het paneermeel of door panko. Dat is grof Japans paneermeel. Frituur de reepjes met niet veel tegelijk goudbruin of op 180 graden. Zorg ervoor dat ze niet aan elkaar plakken. Laat ze daarna uitlekken op keukenpapier. Strooi er desgewenst nog wat zout over en serveer met de tartaarsaus, een gemengde salade en een partje citroen.